leuk, maar ik hoop dat het een beetje een dag is zoals we voorspeld hebben. En de voorspelling is dat het recht toe recht aan is. En lekker rustig. Weinig rare dingen. Het begint nu al te waaien, dus misschien is het wel 550 kilometer stof. Dus dan is het niet leuk. Minder. We zien het wel. Ja, jullie ook, hè? En rijden. Hoe laat het is? Oh, ik ben op zak niet helemaal. Oké. Ja, nou, wij hebben een turbo opgeblazen. En als gevolg daarvan hebben we midden in de woestijn halverwege de etappe eigenlijk gedacht dat voor ons het elkaar over was. Uiteindelijk is Chris heeft allerlei omwegen gedacht om door te gaan met. Ja, om te proberen de auto verder te krijgen en we olie kunnen lenen van alle mensen. En ja, uiteindelijk gaan we hier de boel repareren. En met behulp van de jongens, ik en alles, zijn we hier weer ergens ontmoet halverwege. Ja, zijn we aan het repareren geslagen. En net als resultaat dat we morgen waarschijnlijk gewoon kunnen starten. Hij is wel heel eenzaam hier alleen hoor. Echt. Hij kan er bijna niet meer mee omgaan. Ja, hoe erg is het? Die jongens zijn er niet. Die jongens komen.